मत कर तू अभिमान। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू मत कर तू अभिमान रे बंदे। प्राप्त नंबर inmiddels 2:05, lieve mensen. En met dit prachtig nummer starten we het gesprek vanmiddag hier op de radio. En we gaan een aantal thema's doorlopen in het gesprek. Een aantal issues die op dit moment hot issues zijn in het nieuws in Suriname. Niet alleen Suriname, maar ook internationaal. Een daarvan is die kwestie rondom waterstofcentrale. Daar is, heb ik begrepen op basis van een rapport, van alles mis mee. Inmiddels is een lijst met namen van aspirant, kandidaat, ambassadeurs in omloop. En dat zijn personen die, als competent bezien worden door de president en zijn minister van Buitenlandse Zaken om in die rol benoemd te worden. Daarover zullen we ook even praten. En we praten natuurlijk ook over de perikelen rondom het rapport van het team managementploeg, dacht ik, van mevrouw Van Dijk Silos. Lees het NRA-rapport en de uitkomst daarvan en alles wat daarop gevolgd is. En dat doe ik met meneer Annen Bihari vanmiddag. Meneer Bihari, goedemiddag. Welkom in de uitzending. Een goedemiddag, meneer Karteram. Luisteraars ook een goedemiddag. Ik ken u als een heel rationeel, nuchter denkende man, hè? En u vraagt mij dit gesprek te beginnen met dit prachtig bhajan, prachtig. Matakaro tu abhiman ribande, matakaro. Kunt u de luisteraars toelichten waarom deze bhajan door u uitgekozen om te beginnen mee? Wel, meneer Karteram, u en ik bespreken afgelopen anderhalf jaar veelvuldig de handelingen, de gedragingen van politici in Suriname. Ja. En zoals u zegt, ik ga er zeer rationeel mee om ook. En wellicht misschien te hard in mijn oordelen. Maar mijn harde oordelen hebben natuurlijk een verklaringsgrond. Ja. Voor mij geldt dat Surinaamse politici, en dat baseer ik niet alleen op basis van het gedrag van de huidige regering van de afgelopen 16, 17 maanden, maar ik kijk terug naar mijn kritische beschouwingen afgelopen 13 jaren gedaan ten aanzien van de Surinaamse politiek. Ja.
En ik heb dat zeer gedegen gedaan. Ik heb heel nauwkeurig onderzoek gedaan naar de handelingen in de DNA en van de regering. En ik constateerde dat alle bestaande politieke partijen, NDP, VHP, NPS, Percaya Luhur, ABOP en BEP, zich structureel bij voortduring op dagbasis zich schuldig maken aan leugens en bedrog en misleiding. En deze budget, meneer Carteram, ja, gaat daarover. Ja. Hè? En houdt de burger, de luisteraar voor, dat we mensen meemaken die bij voortduring, hè, een trein vol leugens continu, hè, langs laten komen. Ja. En daarbij niet alleen arrogantie aan de dag leggen, maar zelfs hoogmoedigheid aan de dag leggen, meneer Carteram. Ja. En daar handelt deze begin over natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Van, hè, regeringsleider, hou toch een keertje op met de vele leugens en bedrog dat u tentoonspreidt. En wees niet zo hoogmoedig. Hè? U had daar het belang van het volk moeten dienen. Maar u komt steeds in een pak met stropdas en pochet. En u komt eigenlijk de burger op dagbasis alleen maar leugens op de mouw spelden. Ja. Dat is de relatie politiek en burgers in Suriname. En vandaar dus dat ik deze begin natuurlijk bijzonder mooi toepasselijk vind. En ze heeft het heel goed bezongen. Hè? En de tekst is eigenlijk zeer krachtig dienaangaande en volledig van toepassing op Suriname. Dat is wat we constateren, meneer Carteram. Zeker. Dank voor de uitleg. En we gaan inzoomen op het eerste onderwerp. Want dat is actueel. Dat was al actueel omdat het een heel ambitieus project was waarmee meneer Seramdin en meneer Santoki toch wel het volk deed geloven van zie maar, we komen niet iedere dag met een project, maar als we met een project komen dan betekent dat ook wat voor de toekomst. 2000 arbeidsplaatsen, een investering van om en bij 1,2 miljard, bruto 2 miljard. Nou ja, en Suriname committeert zich voor 100 miljoen per jaar middels een overeenkomst aan het bedrijf. En u was al vanaf het begin behoorlijk kritisch en sceptisch over de totstandkoming van deze overeenkomst. Ja. Maar ook over de geloofwaardigheid van deze organisatie. Maar ook van de bedoelingen van het project. Kunt u ons meenemen? We komen straks bij lees de uitkomst van het onderzoek. Maar u was al heel snel op de hoogte van de gang van zaken. Waar komt die wetenschap vandaan? Wel, meneer Carteram, u weet, ik ben een bedrijfseconoom ook. Ja. Hè? En wanneer mensen bedrijfsplannen, bedrijfsideeën verkondigen, dan ben ik meestal in staat heel snel het oordeel te vellen of dit een zinvolle bedrijfsidee blijkt te zijn of dat het betekenisloos zal blijven, dat het van geen waarde zal blijken te zijn. Ja. Met andere woorden, men wil de burger een fantasieverhaal voorhouden. Mm-hmm. Dus toen ik dat verhaal in maart vernam, ben ik natuurlijk vrijwel gelijk gaan onderzoeken van wat houdt dit in, wie zijn de personen, een background check voerde ik uit. Ja. En ik wilde meer weten over de haalbaarheid van een dergelijke investeringsproject. Ja. En ik keek rond om me heen in Engeland hoe ze ermee omgaan. In Nederland, Shell had grootse plannen ook in gedachten, heeft het nog steeds. En ik heb gekeken hoe de Amerikanen ermee omgaan. En toen zag ik iets omhoog komen van 1. Waterstofproductie. Mm-hmm.
Daar zijn we eigenlijk al begin jaren 90 mee begonnen, meneer Karteram. Ja. In IJsland hadden wij bussen rondrijden op waterstof. Mm-hmm. Ja? En BMW wilde in de jaren 90 in Europa auto's laten rijden op waterstof. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Ze hebben een auto daarvoor ontwikkeld. Het reed rond, hè? Proefprojecten ja. rondgedraaid. Ja. Maar ze hebben het niet doorgezet. Mm-hmm. Het was nog niet rendabel genoeg. Mm-hmm. Volgens de kennis en kunde en stand van de techniek toen. Ja. Oké, in de ijskast gezet. Maar vervolgens heeft iedereen mee moeten maken, sinds eigenlijk 92, dat wij een klimaatbeleid moeten gaan voeren. Ja. Namelijk stoppen met het gebruik maken van fossiele brandstoffen, hè? Aardolie, ja. Weet u wel, ja. En gas en allerlei andere stoffen die stikstof uitgeven, emitteren en ja. Daardoor onze dampkring vervuilen. We hebben gezien dat men de weg koos van windenergie en zonne-energie. Ja. En voor de productie van bepaalde landbouwproducten hadden ze in Amerika kleine waterstof hè, producerende ja. Fabrieken neergezet ja. Om landbouwstoffen te ontwikkelen, chemische landbouwstoffen. Hè. Ja. Ja. Maar die techniek was nog niet grootschalig ja. Hè, toegepast. Mm-hmm. Men kon niet doen wat deze Denen pretenderen met Suriname te kunnen realiseren. Mm-hmm. En dezezelfde Denen zijn van plan geweest in een West-Afrikaans land, Ghana dacht ik, hetzelfde te gaan doen, 3-4 jaar geleden. Ja. Maar het is alleen een idee geweest en vervolgens is dat idee doodgebloed. Ja. Maar zij waren ermee bezig ja. En het is er nooit van de grond gekomen. Ja. Maar zijn deze mensen met de goede bedoelingen bezig in de zin van echt iets willen doen? Of zijn het mensen die erop uit zijn gewoon via list en bedrog, in dit geval overheden ja. Bedonderen en er zelf beter van te worden? Waar gaat het om? Kijkt u, ja. Waar... Normaal gezond verstand, meneer ja, Katteren. Ja. Normaal gezond verstand. Hè? Dat heeft iedereen. Ja. Toch gemiddeld genomen. Ja. Wanneer, stel uw zoon, meneer Katteren, ja. Hè? Ja. Heeft een autoherstelbedrijf. Ja. Hij is daarin geflopt. Ja. Ook. Hè? Ja, ja, ook van de grond ja. Gezet, maar Mislukt. Hij struikelt, het gaat failliet. Ja. Hij probeert wat anders. Hij zegt, ik ga hè, scooters repareren en herstellen en hè, weer ja. Aan de man brengen. Ook daarin flopt hij. Ja. En plotseling, na 10 jaar steeds geflopt te hebben, komt hij met het idee, ik ga een waterstofkrachtcentrale voor u neerzetten. Gecombineerd mm-hmm. Met windturbinesysteem en zonnecellensysteem. Ja. Gaat u daarin geloven, meneer Katteren? Nee, ja, nee, een, toch. Een zoon die van 12 ambachten nee. En 13 ongelukken, ja. Helaas, nee. De revue heeft doen passeren. Gaat u in hem geloven dat hij in staat zal blijken een waterstofcentrale neer te zetten? Ja, niet zonder meer, toch? Niet zonder nee, meer. Niet zonder meer. Nou, nee. We kijken dan, wil je een high-tech bedrijf neerzetten? Hè? Ja. Ja. Want elektrolyse technieken op grote schaal toegepast, dat heeft nog niet plaatsgevonden. Ja. We zijn in de ontwikkelingsfase ja. Daarvan. Hè? Ja. We hebben het nog niet, een bedrijf die 100 megawatt meteen kan neerzetten. Ja. Dat je dat ook binnen 1,5 jaar gebouwd kan hebben en volledig operationeel kan hebben. Ja. Allemaal toen we dat feitenmateriaal aanhoorden... Ja. Toen dacht ik van, 1, de personen hebben geen track record ja. Van het bouwen van een grote fabriek. Al nooit, nog nooit, een waterstofcentrale gebouwd. Ja. Toch? Ja. 2, hun kennis en kunde hebben ze niet in huis. Hun managementervaring daarmee bestaat niet. Ja. Toch? Ja. En ze doen een boude uitspraak, wij zetten het neer binnen 1,5 jaar volledig operationeel. Ja.
Nou, daar hoef je geen super gedegen onderzoek voor te doen om tot het oordeel te komen. Dit ding is onwaarschijnlijk. Ja. Het idee dat ze aan ons verkopen is onwaarschijnlijk. Ja. En dan ga je verder onderzoek doen en dan ga je erachter komen. Hè? Ja. Dus in maart, toen u mij interviewde, ja, toen had ik op grond van een summere beschouwing van alles wat ik heb gehoord en heel even de omgeving nagetrokken. De stand van de techniek wat betreft waterstofcentrales. Ja. En het model dat deze dien aan Suriname wilde verkopen. Ja. Namelijk heel veel energie opwekken met windturbines en zonnecellen. Ja. Om vervolgens een tweede energiebron te produceren. Ja. Die je niet meteen nodig hebt. Dus je gaat het moeten opslaan. Ja. Opslaan brengt brandgevaar met zich mee. Explosiegevaar. Ja. Ja. En deze mensen die nooit ervaring ermee hebben, willen dat binnen anderhalf jaar realiseren in Suriname. Ja. Dat noem ik gewoon klinkklare onzin aan de burgers kunnen, ja, voorhouden. Nee, maar wat mij opviel in het eerste gesprek dat we hadden, is dat u al bedenkingen, ja, had over de reputatie van de personen en het bedrijf dat hiermee daar aan de slag ging. Hè? Ja. Dat het malafide personen als bedrijven waren. En dat ze dus op het punt van de core business waarmee zij een overeenkomst hadden met Suriname, dat ze op dat punt totaal geen historie hadden. Tenminste, ik herinner me dat u dat zei. Ja, ja, totaal niet. Ja. En achteraf, nader analyse heeft uitgewezen, ja, dat daadwerkelijk deze personen geen enkele kennis en kunde daarvoor in huis hebben, geen enkele management-ervaring op dat niveau, ja, hebben. Ja. En ze hebben het geld niet. Nee. Meneer Bihari, ik bedoel, kunt u zich voorstellen dat op staatsniveau, op het hoogste niveau, ja, lees de president, de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Financiën, dat die over één nacht ijs gaan en dan vervolgens, ik bedoel, als ze gedaan hadden wat u minimaal gedaan heeft, dan hadden ze uit tot die wetenschap moeten komen dat dit niet, zuivere koffie is, toch? Kijk, dat zegt u heel precies. U wijst erop eigenlijk dat alvorens je met een dergelijke partij aan tafel gaat zitten om, ja, een proclamatie te doen, ja, dan moet je in ieder geval je zogenaamde technische term due diligence onderzoek gedaan te hebben. Precies. He? Een background analyse van de personen, hun gegoedheid in het maatschappelijk-economisch verkeer, hun credit standing, et cetera, et cetera. En als je dat allemaal had gedaan, dan was je al tot het inzicht gekomen, wij moeten met deze mensen niet in zee gaan. Ja. En nou is het... Geibersing zegt van, joh, burger, onderschat niet wat wij gaan realiseren met deze criminele Deense mannen. Ja, ja. Hij zegt, we gaan hier... de Silicon Valley van San Francisco zelfs evenaren en zelfs overtreffen. Ja. Meneer Agaibasing staat echt los van de realiteit wanneer hij een dergelijke uitspraak doet, ja, zeg ik dan. Ja. Maar goed, we hebben vele keren besproken dat meneer Agaibasing ze waarschijnlijk ziet vliegen. Ja. Hij verkoopt fantasieverhalen aan de Surinamers. Ja. Dus waarschijnlijk heeft hij een mentale stoornis. Ja, we komen daarop ik terug. Ik durf dat vandaag uit te spreken. Ja, we komen daar zo direct op terug, hè, op de bewindsmannen. De bron, lees de personen, het instituut, de organisatie die dit onderzoek heeft gedaan. Dat zijn de Deense journalisten en een bureau Danwatch. Dit zijn gerenommeerde personen als een goed aangeschreven bureau. Waarvan lees de uitkomst niet betwijfeld kan worden. Weet u, meneer Kartaram, ik ben in contact met deze groep geweest. Dat heb ik al eerder in uw radio-uitzending uitgesproken. Ja, hè? Ja, duidelijk. Dus ik ben in contact met deze journalistengroep. Ja. En we hebben de zaken nauwkeurig besproken over en weer. Wat zij zien, wat ik heb gezien. Ja. Weet u wel? Ja. En... ze hebben hun best gedaan, toch? Ja. Ik zeg, en wat hebben ze nu bereikt? Ze hebben op het niveau van de betrokkenen...
betrokkenheid van de Deense individuen, ja, vastgesteld dat deze individuen niet de prestaties kunnen leveren die ze aan het Surinaamse volk en aan de Surinaamse regering hebben voorgehouden. Ja. Hè? Ja. Eentje doet aan medicinale drugs, cannabisverbouw. Ja. Toch? Ja. Ja, nee, ze zeggen nogal wat, ja, zeker. Ja. Terwijl hij een totaal geen medische opleiding heeft genoten. Ja. Ja? Hij was een man van de techniek, auto's techniek, ja, en zo, ja, weet u wel. Ja. En is bezig in Portugal een zogenaamde hennepteelt, ja, landbouwgrond in ontwikkeling te hebben. En deze man komt aan Surinamers vertellen dat hij zelfs een waterstofcentrale neer kan zetten. Bij een investering van meer dan 1,2 miljard. Ja. De man is een leegloper. Ja. Hij heeft vele bedrijven failliet laten gaan. Ja. En hij heeft natuurlijk waarschijnlijk de Surinaamse regering weten te paaien van laat ik met jullie praten en laat ik een idee aan het volk verkopen. Namelijk een grootschalige investering in een waterstofcentrale en dan kan je goede zier ermee maken. Ja. Toch? Daarvan is sprake geweest, meneer Carteram. Deze Denen hebben het geld niet, hebben de kennis en kunde niet in huis. Ja. Liegen zwart op wit, ja, zwart op wit in een website, ja, toch? Ja. Staat vermeld dat ze connecties hebben met bedrijven. Ja. Wanneer we bij de bedrijven navraag doen, dan blijkt dat er totaal geen enkele relatie bestaat. Ja. Wat was voor hun de benefit in deze? Ik bedoel, Suriname zou niet voorschieten, hè? Zij zou dat hele project zelf financieren. Ik bedoel, waarom gaan ze dit avontuur aan? Kijkt u, er werd aan Suriname voorgehouden, ja, dat zij alles zouden financieren, ja, maar de man Abamo niet. Ja, precies. Maar ze zeggen, we gaan het alles zelf doen. Ja. Stiekem verzwegen, meneer Santoki, meneer Gaibasing, meneer Ramdin. Ja. Toch? En de adviseursbende achter deze drie mannen, ja, hè, meneer Biseswar en mevrouw Sanicheri, ja, toch? Ja. Melissa, toch? Ja, ja. Want zij hebben dat contractueel uitbedacht met de Denen. Ja. En ze hebben een zogenaamde power purchase agreement, een koop, hè, ja, overeenkomst dat ze energie gaan afnemen van deze Denen. Ja. Waarschijnlijk voor meer dan 100 miljoen US dollar per jaar. Ja. Hè? Technisch een kostprijs van rond de 11 cent per kilowattuur. Terwijl we weten, internationaal onderzoek zeggen, het is economisch niet rendabel wanneer de kostprijs rond de 10 eurocent per kilowattuur zal zijn. Mm-hmm. Het zou minder dan de helft daarvan moeten zijn. Wil het economisch zinvol zijn? Ja. Zat het punt voor hen in het feit dat Suriname zich garant stelde? Dus dan kregen we het fenomeen. Ja. Verzwegen door meneer Santoki. Meneer Santoki had in maart, hè, ja, aan deze Denen die garantie afgegeven. Ja. Dat ze, hè, 25 jaar lang, elk jaar minimaal, waarschijnlijk 100 miljoen US dollar zouden betalen om energie af te nemen. En daarmee konden ze op pad gaan om geld te zoeken. En die garantie, hè, ja, zou het mogelijk moeten maken dat de Denen op de internationale kapitaalmarkten, ja, hè, hun obligaties zouden willen verkopen. Hè, ja. Van koop onze obligaties, geef mij 1,2 miljard, want de Surinaamse regering garandeert in ieder geval op jaarbasis 100 miljoen omzet. Ja, hè? Ja. Dus dat zit wel goed. Toch? Ja. Wie zou nog meer energie kopen bij deze Denen in Suriname? Frans Guyana heeft nooit een uitspraak gedaan dat het bereid is energie van deze Denen te kopen. Ja. Van Guyana, hè? Brits, ja, Guyana, idem dito. Mm-hmm. De ambassadeur in Suriname is weggegaan, heeft niet gezegd, ik ga weg, mm-hmm, maar ik voorzie een mooie toekomst, want wij gaan stroom bij jullie kopen. Die uitspraken zijn niet gedaan, meneer Katara. Ja, ja.
Ja. Oké, okay? Meneer Santokki en zijn halve gare adviseurs, meneer Gijbesing en Ramdien, ja? Ja. Zitten het Surinaamse volk willens en wetens voor te liggen te bedonderen. Ja. Ik noem ze daarom dan ook achterbakse wezens. Ja, ze waren razend enthousiast, hè, toen dit plan lezen werd ontvouwd. En ze bejubelden natuurlijk alle voordelen van die het bedrijf Suriname zou brengen. Van een verbeterde infrastructuur in Komwijnen tot een 2000 extra arbeidsplaatsen. Ik bedoel, is dat gebakken lucht geweest waar zij... Ik bedoel, dit hadden ze toch van tevoren ook duidelijk voor zichzelf door hun deskundigen kunnen laten uitzoeken van of dit wel op realiteit gebaseerd is. Nou, normaal weldenkende mensen die pretenderen een land te kunnen besturen, meneer Carteram, zouden kennis en kunde in huis moeten hebben om te kunnen weten dat een dergelijk planvoorstel idiotie inhoudt. Ja. Daar hoef je geen rocket science level kennis en kunde voor te hebben om tot dat inzicht te geraken. Ja. Dit hele verhaal van Denen en Santokki, Agijbesing en Ramdien is gebaseerd op het volk gewoon een fantasieverhaal te verkopen dat ze zogenaamd goed gaan doen voor Suriname, de economie gaan doen aan doen groeien. Ja. Een flinke draai eraan te geven door deze investering. Ja. Terwijl ik zeg, geen enkele Surinaamse bedrijf heeft kennis en kunde in huis om fabrieksonderdelen voor een waterstofcentrale te leveren. Ja. Nee. Ja. Toch? Ja. Geen enkele Surinaamse bedrijf produceert zonnepanelen. Ja. Anode. Ja. Geen enkele Surinaamse bedrijf produceert windturbines. Ja. Hebben we niet in huis. Dus die werkgelegenheid ziet u niet zitten, want waar zou je dan het dat werk doen? Dat zou er niet zijn, alles zou, als je het zou doen, geïmporteerd worden. Precies, ja. He? Dus economische zwing veroorzaakt van de Surinaamse economie, daarvan geen sprake. Ja. Hebben ze in Anansi Tori geloofd? Ik bedoel, zijn ze met... Ja, ja toch? Nou, dat was Anansi Tori. Anansi Tori, idiotie, klinkklare onzin. Ja. Ben jij gestoord of is het volk gestoord, zeg ik dan? Ja, nee. Maar goed, ze worden duur betaald, hè, die ministers, de president. Het volk heeft voor ze gekozen om toch wel naar eer en geweten zaken te doen in het belang van het land en niet met Anansi Tori te komen. Kunnen deze mensen zo, ik bedoel, moet dit geen gevolg hebben, meneer Bihari? Het moet gevolgen hebben, alleen, meneer Carteram, onze vorige uitzending heb ik met u het oordeel geveld, althans ik heb het oordeel geveld aan u voorgehouden. Ja. Suriname is geen democratische rechtsstaat. Suriname is in hoofdzaak een narco-staat. Ja. Een failed state, toch? Ja. Een gefaalde staat. Het is geen democratische rechtsstaat. Meneer Santokki is een regeringsleider van een drugsnatie, een narco-staat, zoals we dat ook plegen uit te drukken. Dat betekent dat wanneer we dit allemaal gadeslaan, toch? Ja. Dan moeten we tot het inzicht komen, als het volk dit zich doet welgevallen, wat gebeurt er? Dan zou je verwachten, we hebben een openbaar ministerie, aan het hoofd daarvan mevrouw Paraxin. Ja. Oké? Okay? Ja. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Ja. Okay? Wanneer zij hiervan kennis neemt, hè, in het wetboek van strafrecht en strafvordering is geregeld dat zij als procureur-generaal de bevoegdheid heeft om
aan het aan Korps Politie Suriname, een onderzoekende afdeling al daar, opdracht te geven, na te gaan of de regering in samenspanning met deze dienen de anti-witwaswetgeving van plan zijn te overtreden. Ja, ja, toch? Ja. Want? En de bankwetten die we hebben in Suriname, et cetera. Waar gaat de link dan? Hoe ziet u dat? Witwassen? Denkt u dat vuil geld hiervoor gebruikt zou worden? En dat is waar de Denen natuurlijk, de onderzoekers in Denemarken, niet de vinger op de zere plek hebben kunnen zetten van maar wat is dit dan eigenlijk? Yeah. Wat zien we? Toch? Yeah. Zien wij werkelijk een waterstofcentrale gebouwd raken? Of gaat het om iets anders? Ja. Toch? En zeg maar met medeweten van Santokhi, Achaibar Singh en Ramdin, zegt u dat? Zeker weten, want zij zijn aan het hoofd van het hele project gaan staan. Ja. Toch? Ja. Toen het verkocht moest worden aan het volk. Ja. Toch? Meneer Santokhi wilde op zijn borst kloppen van kijk hoe weg geweldig ik ben. Ja, maar dan en met een criminele daad. Als u zegt samenspannen in verenigingsverband, in dit geval, precies. Om met name gelden wit te wassen, dan ben je toch in strijd met de geldende regels bezig. Het is een poging tot witwassen. Een poging. Ja. Maar we weten ook, een poging tot witwassen is ook al strafbaar. Ja. Begrijpt u? Ja. Een poging een terroristische daad uit te voeren is strafbaar. En dus die PG zou nu een onderzoek moeten starten of kunnen starten om die verbanden. Ze moet daartoe de opdracht geven, een Korps Politie Suriname. Ja. Om dat onderzoek te initiëren, ja. Toch? Opsporingsonderzoek te initiëren. Ja. Maar dat gaat niet gebeuren. Want we hebben het nu al sinds maart niet zien gebeuren. Ja, maar goed, dit komt nu pas naar buiten. Nou, maar meneer Carteram, ik heb met u in maart de zaak besproken, toch? Ja. Dat dit een totaal onrealistisch verhaal blijkt te zijn. Ja. Blijkt te zijn ook toen. Hè. Ja. En dat het niet zozeer zou gaan om een waterstofkrachtcentrale neer te zetten. Ja. Maar ik meen dat ik ook aangehaald heb dat we niet kunnen uitsluiten dat hier sprake zou zijn van een witwasoperatie. Ja, dus zover... ik ken de uitzending niet uit het hoofd meer, meneer Carteram. Ja, nee, we hebben het over gehad toen dit project werd gelanceerd. Hè? Ja. Toen hebben we erbij stilgestaan van wat is dit nou en hoe realistisch is het en wie zijn de mensen. En toen, toen heeft u dat allemaal heel kritisch beschouwd. En heeft u alle aspecten meegenomen toen de tijd. En ik neem aan dat u dit natuurlijk ook hebt meegenomen. Ja, ik bedoel, meneer Bihari, we zien toch wel in Suriname dat sinds meneer Santokhi met zijn regering aangetreden is, hè, dat ze brokken na brokken na brokken maken. We hebben nog dat Surufin debakel nog vers toch voor de geest. Een opeenstapeling van blunders, brokken op de weg achterlatend. Ja, dat is de kwaliteit van zijn regeringsbeleidsuitvoering. Ja. Toch? Heel simpel gezegd, die man kan geen land besturen. Ja. Toch? Ja. Heel sprekend, heel duidelijk. Het volk weet het dat het zo is, want het volk heeft 16, 17 maanden lang extra armoede moeten incasseren. Ja. Omdat onze man uit Lelydorp de pretentie heeft het land te kunnen redden en te doen groeien. Ja. Toch? Ja. We hebben geen bewijs daarvan gezien, afgelopen 16, 17 maanden. Iedereen in Suriname weet dat meneer Santokhi beloofd had een deal met IMF al binnen te hebben, toch? Ja. We zien dat hij rondvliegt om te smeken voor hulp, zodat IMF het geld gaat lenen aan ze, toch? Hij laat zien, hij en zijn managementteam, hij en zijn handlangers zijn niet in staat een land te runnen, te draaien,
De manomang zet een konrekong. Toch? Ja. Maar ze verkopen continu mooie verhalen. Ja, maar achteraf blijkt dat die verhalen niet kloppen. Hè? Precies. Ja. En zo kan je ermee wegkomen, helaas, in Suriname. Nee, maar is dat wel normaal dat men zo in Suriname mee kan wegkomen? Om iets te noemen, men heeft zich gecommitteerd. Hè? Voor 25 jaar per jaar voor een bedrag van 100 miljoen. Hè? Het is geen 100 euro, maar 100 miljoen US dollar. Dat is een post op de begroting straks. Ja. Ik bedoel, kunnen drie mannen gedrieën zonder dat, het hoogste orgaan in dat land, deze het parlement, zich daarover gebogen heeft en daarover voor zich heeft uitgesproken, een overeenkomst tekenen ter such. Heel technisch. U roert het aan. Het wordt even technisch, meneer Carter. Ja. Kijk, wij hebben in Suriname een wet op de staatsschuld. Ja. Toch? Ja. En deze wet heeft eigenlijk als doelstelling zorg ervoor dat de staatsschulden niet te hoog worden, toch? Mm-hmm. En als het hoog is uitgevallen, dan moet je een strenge saneringsplan opstellen om het weer beheersbaar te houden. Ja. Oké, toen Santokki aan de macht kwam in juli 2020. Ja. Toen heeft zijn handlanger, meneer Gayadin, snel de wet op de staatsschuld aangepast, toch? Ja, ja, ja. Zodat meneer Agaiba Singh niet in de gevangenis hoeft te komen. Vanwege het overschrijden van dat, ja, oké, okay, ja. Ja, ja, ja. Oké. Okay? Ja. Maar er was daarin wel een bepaling opgenomen. Binnen 6 maanden moet je een schuldsaneringsplan voorleggen, mm-hmm. zodat ik het als DNA kan goedkeuren. Ja. En we zien dat de DNA ook in dit dossier steken laat vallen. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Want als je hoort, hè, je hebt voor 1 januari je schuldsaneringsplan gehad, wat niet waar was, want ze hadden het nog niet. Ze hebben die termijn overschreden. Hè. Ze moesten binnen 6 maanden naar september 2020 een schuldsaneringsplan aan de Nationale Assemblée aanbieden. Hebben ze niet gedaan, maar goed. In het, nadat ze een beetje een herstelplan hadden gemaakt in maart 2021, kort daarna hebben ze een schuldsaneringsplan voorgelegd. Toch? Ja. Toen wisten we al, ze zijn op zoek naar 70% kwijtschelding. Klopt. Maar ze hebben dat niet weten te realiseren. China, India zegt nee. Oppenheimer, noodschuldeisers zeggen nee. Ja. Toch? Ja. En ze zeggen dat binnenlandse schuldeisers wel ja gezegd hebben. Zeggen ze. Ja. Nadat ze extra 1 miljard extra schuld hebben erkend van binnenlandse schuldeisers. Mm-hmm. Want de vorige regeringsleider zou een puinhoop achtergelaten hebben. Mm-hmm. Administratie was niet compleet. En hij had meer dan 1,1 miljard extra schulden gemaakt. Ik denk dat meneer Santokki samen met Bouterse de boel wil bedonderen. Ja. Die 1,1 miljard is geen extra schuld geweest. Die 1,1 miljard extra schuld is gemaakt voor binnenlandse schuldeisers, omdat wanneer zij van die 1 miljard schuld die ze hadden, slechts 300 miljoen zouden krijgen, dat de Mambo Kotpinato. Ja. Toen heeft hij snel gezegd, oh, jullie hebben 2 miljard schuld, dus jullie krijgen 600 miljoen terug. Begrijpt u toch? Ja, 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 list en bedrog. Dat Natjori Sademan die zijn pleidraad, dat weet ik. Ja, ja, ja. Okay. Toch? Want in de economie zijn die miljarden niet terechtgekomen. Dus hoezo schulden? Ja, ja. Dus dat is een leugen aan zich, maar toen het kantoor dat hij, ja. Meneer Santokki, moest gecontroleerd worden door de Nationale Assemblée van meneer Santokki Sanasanfi. Je gaat een schuldgarantie aan met Denen. Ja. Hè, criminele Denen, ja, toch? Nota bene, ja. Ja. En je gaat ze voor 25 jaar lang, hè, 100 miljoen. Elk jaar minimaal 100 miljoen geven. Ja, Ilono, ben je gek? Nee, maar nogmaals, ik bedoel, dit is vreemd, hè? Het lijkt een beetje op een het lijkt op een dictatuur. Het zijn een aantal mannen die dus in het land voor het zeggen hebben. Het parlement is pula forum.
Maar die wordt totaal niet geraadpleegd over deze. Totaal voor de vorm, ze houden de boel voor de gek. Ja. Hè? Dat is praktijk in Suriname, meneer Carteran. Ja. We hebben een zogenaamde spel van oppositie-coalitie. Ja. Nee, het zijn allemaal criminele lid van één criminele organisatie. Ja, opvallend is, even tenslotte, dat dit bericht breed verspreid is via de lokale media. En dat de hoofdrolspelers in deze totaal het zwijgen doen. Lees, we horen meneer Santoki niet, we horen meneer Ramdin niet. En we horen meneer Achaibas. De Meidok. De Meidok. Ja. Lafaards. Het bewijs van hun achterbaksheid. Toch? Mm-hmm. Waar is je weerwoord wanneer een Deense journalistengroep jou laat zien dat je de boel hebt bedonderd, willens en wetens? Ja. Heeft laten zien. Of je bent letterlijk te dom voor de functie die je vervult. Ja. Of je bent eigenlijk ook een crimineel. Want je doet zaken met criminelen. Ja, je bent erin getrapt omdat je dat niet had kunnen doorzien. Of je hebt het willens en wetens gedaan, zegt u. Hè, omdat je daar misschien profijtelijk belang bij had. Hè, dat je dit zover hebt laten komen. Niet weten dat dit uiteindelijk openbaar zou worden. En dan ga je op je bek nu en je houdt je tanden stevig op elkaar. Dat getuigt niet van leiderschap. Dat getuigt niet... Oh nee, maar dat hadden we al eerder vastgesteld. Ja. Dat deze man uit Lelydorp geen leiderschapskwaliteiten heeft. Toch? Ik bedoel... We hebben bij voortduring zijn leiderschapsproblematiek besproken. Nogmaals, toch? Dus, het benoemingenbeleid, toch? Ja. Hoe heet die man ook alweer? Welke man? Zo'n ontslag had ingediend en dan weer ingetrokken en noem maar op. Oh, die parlementariër. Ja, die NDP'er. Ja, ja. We hebben het struikelen in zaken de schuldsaneringsvraagstuk gezien nu al anderhalf jaar voortslepen, toch? Ja. Hoe kan je mij voorhouden, ik ben een geweldige leider? Niet volgens mijn normen en waarden zoals ik geschoold ben, meneer Carteran. Dan komt hij niet eens aan een cijfer 0. Ja, nee, maar dit is heel... Ik bedoel, dit levert een deuk op de reputatie van Suriname, toch? Maar ik ben nog aardig dat u zegt, spreekt van een deuk. Die man is gewoon een... hoe moet ik dat uitdrukken? Een aanfluiting voor het aanzien van het land. Meneer Bihari, we laten dit punt voor wat het is. We hebben denk ik alles over kunnen zeggen. Of u zo nog iets... Mag ik nog één opmerking meegeven? Ja, gaat u gaan. Dus die Deense journalisten zijn natuurlijk op zoek naar de verklaring van... Wat is dit, meneer Bihari? Ik begrijp het niet, toch? Ze zeggen van, ja, maar het gaat toch niet. Ging het om een waterstofcentrale? Ging het om een samenwerking tussen... onbekwame, incompetente twee Deense mensen die steeds bedrijven hebben failliet laten gaan. Ja. Niet eens grote bedrijven, maar gewoon onzinnige bedrijven, toch? Ja. Met een wirwar van bedrijfsvestigingen. Ja. Bedrijven geregistreerd, maar nooit met operationele activiteiten in Griekenland, Nederland, in Portugal, etc. Oké, er is een beetje cannabis teelt in Portugal, daarvan is sprake, toch? Mm-hmm. Maar we zien leegte, continu leegte achter deze Denen. Mm-hmm. En onze regeringsleider zegt van nee, we moeten vertrouwen hebben in hem, want hij is een kundige leider. En dus moeten we hem vertrouwen dat hij samen moet werken met de Denen. Maar we weten nu... Dat hele verhaal is een onzinverhaal. Ja, nee, duidelijk. Hij verzwijgt het. Maar waar gaat dit nou om, meneer Carteran? Ja. Ging het werkelijk om een waterstofkrachtcentrale? Of gaat het om wat anders? Want de Denen worstelen ermee van wat ze gezien hebben. Zegt eigenlijk van, ja, maar dit kan toch niet alles zijn. Waar gaat het om? Ja. Wat zien wij niet? Ja, wellicht dat ze een keer achter... Wat ze niet zien, wat niemand ziet... is de poging tot witwassen. Dat zegt u. En welk kapitaal, dat moet voorlopig helaas een geheim blijven. Nou, we horen het graag als het bekendgemaakt mag worden, kan worden. Ja. Maar we stellen dus nu vast dat we nog een keer lees onszelf hebben laten belazeren. Lees of we hebben onkundig
laten zien hoe onkundig we zijn. Want dit had je toch, als u het al vanaf het begin wist, dan had de minister met zo'n apparaat toch dat. En ze hebben een inlichtingendienst, toch? Hebben ze ook. Ja, toch? Ja. Ik bedoel, met een beetje speurwerk, dan kom je toch achter wie is en waar die zit. En wat voor waarde die organisatie en de persoon hebben. Ja. Dat ze daarin gefaald hebben, schenden ze, neem ik aan, ook natuurlijk de waardigheid internationaal van Suriname. Bent u het mee eens? Ja, ik bedoel, ze laten zien dat ze wat inlichtingenwerk betreft ook geen kwaliteit in huis hebben, toch? Ja, ja. Je laat twee waardeloze denen jou voor de gek houden. Dat is wat we vaststellen. Ja. En we pleitbiggie man, Linsker, pleitbiggie veiligheidsman. Ja. Snapt u? Treurig. We hebben een criminele inlichtingendienst daar, et cetera, et cetera. Ja. Ja? Allemaal. Ik weet niet of ik het mag uitspreken, meneer Carter, maar met excuses als u het niet leuk vindt. Een stelletje, zoals mijn Aja het zou zeggen, bergar ke lotas en bergar ke lotis. Oké. Okay. Meneer Bihari... Sorry hoor, ja, nee, okay. Dat ik het heb moeten doen. Ja, we laten dat dit is wat mijn Aja me zou zeggen. Ja, we laten dit onderwerp voor wat het is. We hebben genoeg over gesproken. En ik denk dat het voor de luisteraars toch wel helder en duidelijk is wat er op dit moment aan de hand is. En wat op het spel staat. We gaan naar een ander onderwerp. We hebben twee punten nog te bespreken. Er is een lijst met namen in omloop op social media. Ik heb het hier en daar geverifieerd bij personen die het zouden moeten weten. En die hebben dus niet ontkend. Ze hebben zelf bevestigd dat die lijst inderdaad waar is. En dat wordt ook bevestigd door de minister van Buitenlandse Zaken in een interview met ABC Radio. U heeft die lijst gezien, als het goed is. Ja. Mag ik u eerst een reactie op die lijst? Een lijst vol incompetente, onbekwame mensen die Suriname geen stap vooruit zullen brengen. Ja, wat zegt dit van de leider van Verandering en Vernieuwing, die het volk beloofd had dat in zijn regering, in zijn regeerperiode, alleen maar competente, ter zake kundige mensen op posities ondergebracht zouden worden. Als u zo naar die lijst kijkt en u zegt van het zijn incompetente personen, is dit weer een vorm van volksverlakkerij? Is het ook, meneer Kartaram. Ja. Hoe haalt men het in zijn of haar hoofd om een man, Maarten Schalkwijk, die man is al boven 70 jaar, te gaan benoemen tot ambassadeur in Washington? Is hij 70 jaar geweest? Nou, ik vermoed dat. Nee, maar... Hij is met pensioen, hij was met pensioen, hij was docent bij de Adekkers, toch? Ja. Ruzie gehad met Lilian Ferrier, de ruitgeknikker, of hij heeft zelf ontslag genomen. Wat er van zij, de man heeft geen track record om een land vooruit te kunnen helpen. Nee, maar ik begreep dat hij toch wel op het punt van diplomatie wel een opleiding heeft en op dat punt enige jaren ervaring heeft. Meneer Kartaram, ja. Ik heb hem beoordeeld als deelnemer, want hij heeft niet uitgesproken dat hij de leider was van de commissie die het herstelplan zou hebben geschreven, toch? Mm-hmm. Maar hij heeft het wel publiekelijk verdedigd. Ja. Toch? Ja. En ik heb zijn herstelplan de prullenmand in verwezen. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. En we hebben gezien, ik heb het vooraf direct na verkondiging gezegd. Ja. Dit is allemaal nonsensicale, klinkklare onzin. Toch? Ja. We weten nu, het was herstelplan 2020-2022, 17 maanden voorbij. Toch? Ja. Geen millimeter daaruit positieve groei, ontwikkeling gerealiseerd. Ja. 0,0. Ja. Het volk is 17 maanden lang in armoede gegroeid. Ja. Groei in armoede. Niet groei van de economie, nee, groei van het armoedig bestaan van de burgers heeft de regering veroorzaakt. Ondanks haar zogenaamde planmatig denken. Ja. Hè? Ja. En daar is meneer Maarten Schalkwijk natuurlijk een hoofdrolspeler in geweest. Mm-hmm. Oké? Okay? Ik vind niet, meneer Kartaram, een algemene stelling van mij is ten aanzien van buitenlandse posten, Suriname heeft momenteel geen enkele diplomatieke post nodig in het buitenland. Want? Ja? 45 jaar lang hebben we dat gedaan, meneer Kartaram. Ja. Toch?
geen millimeter vooruitgang geboekt dankzij het hebben van buitenlandse diplomatieke posten. Ja. Oké? Ja. Bouterse ging een paar vriendjes faciliteren. Ja. Toch? Helemaal in, wat was het, Zambia of welke Afrikaans land dan ook. Totaal geen cent vooruitgang geboekt. Ja. Wat zal de visie zijn? Wat, laten we even van de positieve uitgaan. Er is geen visie. Ja? Er is geen visie. Ik bedoel, als jij zegt, jouw visie vertaald, ja, betekent dat jij een ambassade moet hebben in Venezuela, terwijl Venezuela een geïsoleerd land is, volledig failliet is. Ja. Ja? Ja. Gierende inflatie heeft. Meer dan 4 miljoen Venezolanen zijn het land ontvlucht. Ja. Toch? Ja. En je gaat mij zeggen als Suriname, ik heb een visie. En mijn visie houdt in, als ik het vertaal concreet, ik moet een ambassadeur in Venezuela hebben. Ja. Klinkklare onzin, meneer Carteram. Ja. Ja. Maar waarom willen we een post in Venezuela hebben? Ja. Waarom? U weet het wel, meneer Carteram. We hebben het besproken. Suriname is een drugsaanvoerland, een drugsoverslagpunt, een drugsdoorvoerland. Ja. En waar komt de drugs vandaan? Hoofdzakelijk Colombia, Peru, Bolivia, via Brazilië, via Venezuela, Guyana, Suriname. Ja. Het gaat om, hè, de man moet zorgen dat de lijnen er de onder controle voor de drugs, hè, importen en drugs exporten vanuit Colombia, et cetera. Even, dat zeg maar de kop ingedrukt wordt of dat niet te lijden heeft? Te lijden heeft, kijk, de bedoeling is dat de drugshandel, hè, floreert, ja, en blijft floreren. Ja, dat bedoelt u. Ja, en, daarom... en ze willen natuurlijk een lijntje hebben met Maduro, toch? Ja. Van Jerbas, onze drugs aanvoer moet onverstoord doorgang vinden, ja, toch? Ja. Dus er zal overleg moeten plaatsvinden. Ik en Suriname heeft totaal geen economisch gewin te halen in een relatie met Venezuela. Ja, waarom zouden ze een post in Washington willen hebben? Eentje in New York en een in Miami. Ja. Waarom? Ja. Nou, ik bedoel, als ik kijk naar Washington, ja, toch? Of Miami, ja, toch? Kijkt u, we hebben diplomatieke posten gehad die in principe twee functies vertegenwoordigen, meneer Carteram. Ja. Eén, je vertegenwoordigt jouw land naar die buitenlandse mogendheid in het land waarin je bent, toch? Ja. En twee is, je moet een punt zijn, een hulppost zijn voor je eigen landgenoten wanneer ze in dat land stranden. Ja. Hè? In hoofdzaak, die, ja, twee functies, ja, toch? Ja. En men houdt zichzelf voor de gek dat diplomaten ervoor zorgen dat bedrijfsinvesteringen plaatsvinden. Nog, ja, nooit bewezen voor Suriname, maar men verkoopt dat als argument naar de Surinamer toe. Ja, even terugkijken in de historie, meneer Bihari. Ik bedoel, we hebben de jaren dat we ambassadeposten hebben gehad in Brazilië, in Amerika, in India, in Indonesië. Wat hebben die posten Suriname uiteindelijk opgeleverd, heel kort? Niets. Er is geen aanwijsbare, ja, bedrijf in Suriname dat dankzij, hè, ja, inspanningen van een diplomaat, Surinaamse diplomaat, ja, gevestigd zou zijn geraakt. Ja. Is er niet? Nee. Is er niet, meneer Carteram. En heeft het te maken met het feit dat in die landen die potentie er niet is, of heeft het te maken met het feit dat die posten bemensd worden met mensen die niet competent zijn? Ja, ik stel wat vragen. Primair zijn ze incompetent, ja, en daarom onbekwaam, toch? Ja. Het zijn vriendjes die een baan krijgen. Ja. Toch? Ja. Maar bovendien, meneer Carteram, een investering in een land, ja, is een economisch proces. Ja. Begrijpt u? Ja. En we hebben gezien in Suriname geldt dat wanneer je wilt investeren, toch? Ja. Dan moet je direct contact hebben met de regering. Ja. Oké? Okay? Ja. Maar onze regeringen sinds 1975 hebben op dat niveau niets nieuws, hè? Nee. Geïnitieerd of ontplooit. Ja. Toch?
We hebben alleen maar bauxiet, biliton en suralco gehad, toch? Ja. Vroeger. Ja. En die zijn weggegaan, ja, toch? Ja. We hebben in de jaren 90 hebben twee Aziatische bedrijven gehad, toch? Ja. Uit Maleisië en Indonesië, die van plan waren hout, hè, dagerijen, et cetera, neer te zetten. Ja. Ook volledig mislukt. We hebben sindsdien, daarna in 2002, een onderhandeling gehad om goud te exploiteren, ja, toch? Ja. Maar dat is niet dankzij een ambassadeur geweest, toch? Ja. Ja, dat nee, was al lang gaande. Dat is het stand uit de jaren 80, eind jaren 80, begin jaren 90. Ja. We hebben geen track record, geen bewijzen, meneer Karteram, dat een diplomatieke post een bedrijfsinvestering heeft doen plaatsvinden. Ja. Is dat niet? Ja. Wij hebben Suriname, heeft op dit moment niet, hè, adequate, competente, bekwame mensen om een dergelijke functie te vervullen. Ja, ik hoor de meneer. Wij zijn ook failliet als land. Ja. We hebben het geld niet, toch? Ja. Dus zouden we het niet moeten doen zoals zij dit nu van plan zijn. Ja, dit... Als je zegt, ik ben een visionair, ja, maar je land is failliet, hè? En je land moet het doen met geleend geld, je leent bij IAIDB, 450 miljoen, hè, of ja, zo, voor de komende 5 jaren. Ja. Je wilt bij het IMF 690 miljoen gaan lenen, toch? En misschien bij de Wereldbank nog eens 250 miljoen. Je bent een land dat economisch beleid fundeert op leningen. Ja. Dat is onverstandig. Maar gaat aan onverstandige mensen uitleggen dat ze onverstandig zijn, meneer Karteram. Wat is het kostenpost? In de psychologie is dat een moeilijke opgave. Ja, hè? Nee, duidelijk. Dat kan niet meestal. Wat kost zo'n post, zo'n land, Suriname, per maand? Nou, dat hangt ervan af, meneer Karteram, de personele bezetting. Maar ja, stel, u wilt Den Haag, ja, een ambassadeur hebben, toch? Ja. De man vindt dat hij evenveel moet verdienen als een minister. Ja. Uh-huh. In Suriname, of hier? In Suriname, ja, toch? Ja. Maar goed, naar Nederlandse maatstaven, ja, natuurlijk aangepast. Ja. Toch? Dus meneer Karchi, en waarom verzwijgen ze dat? We moeten de begrotingsdata maar eens op tafel krijgen, toch? Maar meneer Karchi zal het niet doen voor minder dan 5000 euro netto per maand. Ja. Toch? En dan wilt hij nog een auto van de zaak hebben, et cetera, et cetera. We hebben een secretaresse nodig. We hebben een assistent voor meneer Karchi nodig. We hebben een zogenaamde consul-generaal nodig. Toch? Dus een diplomatieke post in Nederland kost minimaal 300.000 euro per jaar. Per jaar? Operationele kosten. Ja, ja. Stel, dan heb je een pand gehuurd, hè? Ja. Heel goedkoop, ja, toch? Ja. Of niet, of misschien gekocht. Ja. Zoals ze in Parijs van plan waren voor 5 miljoen een pand te kopen. Nooit heeft die investering plaatsgevonden. Ja. Het geld is weg. Meneer Santokki zou er werk van maken, per Amonigwe. Maar ik weet het niet wat er gebeurt bij meneer Santokki. Hij heeft alleen maar, ik ga doen, ik ga doen, ik ga doen. Maar die man doet nooit wat. Ja. Nee, maar goed, oké. Okay. Ik bedoel, het kost een handvol geld, hè. Ik bedoel, hoe dan ook, in een land waar men toch wel iedereen iedere keer roept van ik heb het geld niet. En daarom worden de wegen niet gerepareerd. Wordt het schone drinkwater niet aan de man gebracht. En dan zou je deze middelen toch juist moeten gebruiken om dat soort van prioriteiten doelen aan te pakken. IMF had gezegd. Ja. Ga je overheidsapparaat afzanken. En daar valt ook onder je diplomatieke posten. Ja. Gaaf hebben mensen met professionals. Ja. Meneer Bihari, hebben ze in dat land niet zoiets als een beleid bij buitenlandse zaken?
dat ze een kweekvijver organiseren van diplomaten op basis van natuurlijk visie en beleid van buitenlandse zaken over het landenbeleid. Hè? Ik bedoel, geen land is hetzelfde qua ambities en doelen. Hè? Dus op basis van een bepaalde visie en doelen zou je dus een landenbeleid moeten maken. En dan train je mensen daarop, zodat je diplomaten erop kunt uitzenden die geëquipeerd zijn, die kennis van zaken hebben. En je stuurt toch niet iemand naar Frankrijk die de Franse taal bijvoorbeeld niet machtig is, om iets te noemen. Maar je moet toch wel ook een diplomaat naar Frankrijk sturen die de cultuur goed in de vingers heeft, in alle opzichten, hè, dus van het land. Zo iemand op een zondagavond selecteren en zeg jij wordt diplomaat in Frankrijk. Met de gedachte die mensen gaan we binnen 2 weken trainen. Ik begrijp dat een Klingendal, dat zegt Ramdien, dat er een training georganiseerd wordt dat mensen binnen 2 weken klaargestoomd worden voor die rol. Is dat realistisch? Is men bij de tijd? Is dit professioneel? Nee. Totaal niet, meneer Carteram. We hebben gezien van aanvang af dat de kwaliteit van beleidsformulering in handen van de regering Santokki van een zeer laag niveau is. We zien de concrete invulling waarvan wij denken dat vloeit voort uit beleidsformulering. Hè? Ja. Dat dan goed zou zijn en we kijken naar de benoemingen, uiteindelijke concretisering van geformuleerd beleid. Hè? Dan kijken we naar de personen die dan benoemd raken en de landen waarin dat allemaal ondergebracht moet worden. Dan zijn we eigenlijk aan het vaststellen dat hieruit blijkt dat de kwaliteit van de beleidsformulering op dit niveau tekortschiet. Ja. Dan ben ik nog fatsoenlijk. Toch? En is dit, En meneer Santokki zou nooit een benoemingenbeleid op basis van family en friends doen, toch? Ja. En hij staat het weer toe. Ja, als we naar die lijst kijken, dan ontkomen we niet aan de indruk dat hier weer partijvertrouwelingen geaccommodeerd worden. Je hebt een beetje met vlaggen en stokken rondgesjouwd. Ja. Je hebt wat teksten voor ons geschreven, dus nu word je ambassadeur. Zoiets. Ja, precies. Ik bedoel meneer Henry Ory. Ja. Laten we hem als voorbeeld nemen. Deze jonge man heeft in het verleden ergens sociologie gestudeerd. Ja. Binnen sociologie een specialisatie. Ja. Oké. Is in Suriname werkzaam geweest als docent bij de Abacus. Ja. Heeft vervolgens een promotie afgerond aan een Belgische universiteit. Ja. Op het vakgebied, en dan moet u niet van lachen meneer Carteram, het vakgebied betreft toerisme. Ja. Hij is dokter geworden in toerisme, beleidsformulering, et cetera. Ja. De man heeft een rapport gemaakt als commissievoorzitter betreffende diaspora. Instituut en Diaspora Bank. Ja. En ik heb dat document met u besproken. Dit is klinkklare onzin. Hij laat zien dat hij geen verstand heeft van de Nederlandse wetgeving. Mm-hmm. Toch? Ja. Hij heeft ook laten zien dat hij geen verstand heeft van het feit hoe een dergelijke organisatie opgezet moet worden. En nu zien we dat meneer Santokki hem van plan is te benoemen tot ambassadeur in Frankrijk. Dan zeg ik, kijk hier het bewijs van family and friends. Meneer Henry Ory is een overloper bij voortduring in het politieke spectrum, toch? U bedoelt, hij was bij VAP, is naar PL gegaan, toch? Ja. En is weer terug bij de VAP gekomen, toch? Ja. Deze man heeft geen integriteit. Zeg ik. Ja, maar goed, oké, dat staat los van deze zaak, hè? En competenties mist hij. Ja. Ik bedoel, ik heb hem nu beoordeeld. Hè, op basis van het rapport dat hij heeft opgesteld namens de commissie. Ja. Zo. Ja. En ik zeg, meneer, u zit klinkklare onzin hier op schrift te stellen.
En dan plaats u nog uw handtekening daaronder. Ja. Ja. En je zegt van, kijk, luister naar mij. Ik heb het uitgewerkt, uitgedacht. Want ik ben een kundige bestuurder. Hè? Ik ben commissievoorzitter. En dit is de kwaliteit van mijn arbeid. Dit is het rapport. En ik zeg, dat rapport moet je meteen verscheuren en in de prullenmand gooien. Ja. Toch? Dus, want het heeft totaal geen zin. Het ja. is onzinnig. Het is nonsensicaal wat daarin staat. En dan gaat meneer Santokki hem tot ambassadeur benoemen. Wat kun je van zo iemand verwachten? Ja, nogmaals, hebben ze in Suriname geen kweekvijver? Nee, weet u meneer Carteram, ja. De burgers moeten mij natuurlijk, ze moeten mij eraan houden dat je argumenteert, onderbouwt, uitspraken doet, ja. toch? Ja. Oké, onze uitzendingen duren veel te kort, dus ik zal geen complete grote onderbouwing kunnen geven. Ja. Maar als de burger weet dat ik de regeringen in Suriname zeer kritisch heb beoordeeld, geanalyseerd, gedegen onderzoek heb gedaan naar de kwaliteit van beleid en beleidsformulering, beleidsuitvoering, ja. en de betrokken personen daarbij, ja. ze beschouwd toch? Ja. Ik heb ze continu gezien als mensen die geen kennis en kunde in huis hebben, klinkklare, onzinnige dingen doen en uitspreken, toch? Ja. In Suriname kun je niet zeggen, laat ik een kweekvijver maar gaan aanleggen, want we hebben alleen maar brandhout, meneer Carteram. 45 nee. jaar lang ja. heeft de kwaliteit van de Surinamer erin geresulteerd dat dat land eigenlijk bij voortduring, maar per vandaag, nog steeds failliet is. Ja, ja, het is... Dan hoe kunnen wij denken, verzinnen, bedenken, dat daar mensen rondlopen met kwaliteit in huis? Ja, maar goed, diplomatieke dienst is niet nieuw, hè? Die is al, nou ja, van vele jaren. Ik bedoel, er zijn meerdere diplomaten ooit, lees, op bepaalde posten neergezet, die nu niet actief zijn. Dus je zou toch uit die groep mensen toch wel mensen moeten kunnen vinden. Dit lijkt wel een beetje toch wel op colportatie. Hè? Ik bedoel, mensen worden het midden van de bekenden geselecteerd. Maar een ambassadepost, die zou je toch ook open moeten stellen qua de vacature van de ambassadeur. Zodat gegadigden op een profiel zouden moeten kunnen solliciteren. Ik bedoel, daarmee geef je als overheid, als Santokki, de vernieuwer, toch wel de ruimte om die vernieuwing door te voeren. Hiermee timmer je toch de mogelijkheid op vernieuwing dicht. Want ik ken een paar mensen, waarvan ik kan de naam noemen, maar die toch wel een aantal jaren ervaring hebben op het diplomatieke vlak, die ook in het buitenland, op een buitenlandse universiteit, een opleiding as such hebben gevolgd. En die mensen blijven werkloos thuis zitten. Tenminste, ze werken wel, maar in een ander sector, omdat op het diplomatieke niveau ze niet gezien worden. Dat is toch jammer? Het is jammer. Wanneer meneer Santokki had voorgehouden aan ons, ja. ik ga het goed doen, ander bestuursmodel in kleden, toch? Ja. Kwaliteit van openbaar bestuur realiseren. Ja. Maar we zien eigenlijk dat hij hetzelfde doet als in het verleden. Ja. Dan stellen we vast, meneer Santokki, u liegt en bedriegt en misleidt. Ja. En wij blijven maar met de aanname, Santokki gaat goed bestuur geven aan dit land. Het is de hoogste tijd geworden dat wij die aanname laten varen, meneer Carteram. Gaat niet gebeuren. U heeft 17 maanden lang nu ja. hè, het handelen van meneer Santokki gezien als regeringsleider, ja. toch? U moet nu al, u mag nu al de conclusie vellen, trekken, dat hij geen leider is voor dit land. Hij heeft het niet in zich. Ja? Okay. Wat mij betreft mag hij... Zelfs die functie zou ik hem niet eens meer teruggeven. Namelijk de functie van commissaris van politie. Toch? Ja. We laten dit onderwerp, meneer Bihari, voor wat het is. Nog een laatste onderwerp. En dat heeft betrekking op toch wel dat rapport van mevrouw Van Dijk-Silos en haar werkgroep.
Over toch wel nou ja, de criminaliteit, criminalisering van de Surinaamse samenleving. Men zegt het dreigingsniveau van witwassen, corruptie en andere vormen van criminaliteit is in Suriname hoog. Dat is toch geen nieuws? Dat wisten we toch al die tijd? Ja, is het publiek geheim of is het simpelweg niet willen erkennen? Ja. Dat wij een hele hoge graad van criminaliteit in de Surinaamse samenleving hebben. Eh? Ja. Het is natuurlijk niet leuk dat ze moeten accepteren van heren, wij Surinamers, wij wonen in een land dat eigenlijk een narco-staat is, een drugshandelstaat is. Weet u wel? Ja. Het is niet leuk hoor, dat etiketje willen we niet hebben. En we gaan het al zeer zeker niet publiekelijk bespreken. Toch? Ja. Dat gaan we niet doen. Feit is wel, meneer Kartaram, Suriname is een drugshandelnatie, een narco-staat, een staat waar criminaliteit hoogtij viert, toch? Ja. En wij weten allemaal, in voldoende rapporten is het beschreven, dat de criminele wereld, de onderwereld, zeer intensief verstrengeld is geraakt met de bovenwereld. Ja. Begrijpt u? Wanneer daarvan sprake is, dan kom je tot het inzicht dat beleidsformulering en uitvoering één doelstelling voornamelijk zal dienen, namelijk de criminaliteit in stand te houden. En voornamelijk de drugshandel in dit geval. Ja. En we zien, dat gaat gepaard met de verloedering binnen de samenleving, toch? Ja. Het aantal moorden is enorm hoog, het aantal roofovervallen is enorm hoog, toch? En we zien bij voortduring, toch? Ja. Overduidelijke tekens van corruptief handelen. Ja. En het wordt maar niet aangepakt. Ja. Meneer Santokki heeft bij herhaling gezegd, de vorige regeringsleider heeft zich schuldig gemaakt aan wanbeleid, maar meer dan dat. Ja. Aan staatskasroof. Hij heeft dat alleen niet in zijn mond genomen, staatskasroof. Hij heeft gezegd, amoni no de, amoni gwe. En er zijn meer schulden gemaakt dan dat ons is gerapporteerd. Ja. Maar waar is dat geld naartoe gegaan? Mm-hmm. Dat vertelt meneer Santokki niet. Bovendien, meneer Santokki moet nu de daad bij het woord voegen. En namelijk zeggen, mijn onderzoek nu ik de administratie heb, heeft geresulteerd in deze aanklachten. PG, maak er werk van. Ja. Niet gebeurd. Ons is beloofd, ja, er komt een speciale officier van justitie. Die opdracht is al lang gegeven. Ja. Toen ik de macht overnam, heeft hij dat al gezegd, toch? Ja. Etcetera, etcetera. Wij zien geen enkel bewijs daarvan. Ja. Het enige bewijs dat wij vaststellen is een opeenstapeling van zalen van meneer Santokki. Toch? Dan kun je dit aan hem toeschrijven allemaal. Dit is toch het resultaat van vele jaren falend beleid. Toch? Ja, ja. Maar goed, hij is op dit moment op de bestuurdersstoel. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, meneer Venetiaan is ook een waardeloze leider geweest. Ja. Dat weet hij. Ja. Meneer Venetiaan heeft het van mij persoonlijk aan moeten horen. Ja. Hij weet het. Met eigen inefficie. Ja. Toch? Aan meneer Ramdin Sardjou heb ik het zeer diplomatiek uitgelegd, omdat die man mijn poepa is. Sorry. Meteen die man gewoon recht voor hun raad, meneer Kartaram. Maar is de feitelijke situatie nu onder druk van, lees die evaluatie die gevoerd moet worden door de Caribbean Financial Action Task Force, is dit rapport voortkomen waarin nu helder en duidelijk beschreven wordt. Nee, maar, nee? Want, kijk, mevrouw Silos van Dijk Silos heeft publiekelijk uitgesproken van meneer Santokki, wat doet u me nou? Ja. U brengt een verkorte versie uit. Ja. Toch? Ja, nee, daar even, houd dat vast, we komen daarop terug, we komen daarop zo. Maar even, het feit dat in Suriname de criminaliteit hoogtij viert,
En dat heeft altijd kunnen, dat heeft er altijd bestaan. En dat het bij de Belastingdienst, bij de douane, bij de politie, bij de totale ambtelijke organisatie, hè, het verziekt is omdat criminelen erin geïnfiltreerd is. Dat is er altijd geweest, dat hebben we geweten. Alleen is het niet zwart op wit. Nu, doordat men verplicht werd aan te geven wat men op het punt van regelgeving toch wel doet aan wetgeving en handhaving, is dit nu naar buiten gekomen door dat projectgroep leesgeschreven. Dus feitelijk moest iedereen hiervan geweten hebben en had men hierop moeten anticiperen. Hè? Heeft Santoki en zijn regering vanaf het begin dat ze aangetreden zijn van dit feit een actie gemaakt en hebben ze daarop ingezet? Op de NRN-rapportage bedoelt u? Nee, op het tegengaan van criminaliteit. Hè? Nee, maar kijkt u meneer Carteram. We hebben wetgeving dat eigenlijk de criminaliteit moet beheersen en moet aanpakken, toch? Ja. We hebben niet geconstateerd dat de wetgeving in die zin tekortschiet. Okay? We hebben ook wat betreft money laundering voldoende wetgeving in Suriname. We hebben wat betreft fiscale fraude voldoende wetgeving om het aan te pakken. Toch? Het is een kwestie van handhaving. En dat gebeurt niet. En de wil tot handhaving. Mm-hmm. En die zuivere wil tot handhaving ontbreekt. Ook bij de regering Santoki. En waar ligt dat dan? Waarom ontbreekt die wil als men weet? Ik bedoel, waarom zou men dat niet willen doen? En dat nu is natuurlijk een centrale vraag. Waarom laten steeds regeringen naar de criminaliteitsbestrijding op te pakken? Waarom laten ze dat naar? Waarom komt het niet van de grond? Omdat alle regeringen in Suriname, meneer Carteram, geleid werden door criminele presidenten. Criminele presidenten, zegt u dat? Allemaal. Ferrier toen, eerste president, toch? Ja. Is door Boutersen eruit geschopt, toch? Omdat hij en Aaron, en hoe heet die ingenieur ook alweer? Sanker? Nee, Sankar is van de eind jaren 80. Er was een beroemde ingenieur bij de NPS die meedeed. Asset? Asset, ja. Die waren toch eruit geschopt vanwege corruptie. Toen heeft meneer Boutersen toch een poep gepleegd. Ja, klopt. Ze hadden 875 NF, Nederlandse Florijn, toch, toen. Mm-hmm. Opgemaakt binnen 4 jaar met West-Suriname project en noem maar op. Ja. Maar niks meer bij kon van de grond. Maar 875 miljoen was toen opgemaakt. Het is niet opgemaakt, dat geld is gewoon rechtstreeks in de zakken van Aaron gegaan toen. En Bruma heeft ook een deel gehad, aandeeltje gehad. Ja. Toch? En Ferrier ook. Ja. En zegt u dat de politiek... We hebben de periode 80 gehad, toch? Ja. Geen officieel gekozen presidenten, we hebben hoofden, regeringsleiders gehad en al, hebben zich allemaal verrijkt. We hebben een drugsnatie ontwikkeld gekregen in de jaren 80. Dat met name in de jaren 80, hè? Ja. Ja. En in de jaren 90 hebben we steeds strijd gehad tussen regeringsleiders, toch? Mm-hmm. Wie gaat hoeveel stelen, toch? Dat is gebeurd. Weidenbos kwam, die had de centrale bank leeggeplunderd. Ja. Bouters had containers vol geld meegenomen naar Lelydorp. Toch? Ja. Kom Venetiaan, zegt hij van, joh, we gaan die biljetten inwisselen. Nieuwe biljetten, toch? Maar ook hij heeft het niet goed gedaan, want na 10 jaar frontregering heeft Bouters de macht gewonnen. Omdat er te veel mensen armoede nog leden. Ja. Toch? En het bewijs dat hij ook een crimineel is, wordt binnenkort wereldkundig gemaakt. Dan die kwestie, hè? Ik bedoel dat iedereen het weet, maar niemand er wat aan doet. En u zegt, omdat de leiders zelf criminelen zijn. Maar heeft het niet meer te maken met het feit dat in Suriname niet zoiets is als een wet op politieke partijen?
Die zou verbieden dat, tenminste, dat politieke partijen gelden aannemen van derden om hun campagne te financieren. Dan wel dat niet transparant doen van als ze geld krijgen, van wie ze dat geld krijgen. En doordat nu alles onder tafel gaat, lees in het geheim, maken partijen zich afhankelijk van gelden die binnenkomen uit de hoek van criminelen. En die komen... Ja, ja, meneer Kartaram. Ja. Een politieke vereniging, hè, ja, moet voldoen aan de zeden in een land. Aan de zeden, zegt u? Aan de goede zeden. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Ja. De hoogste graad van fatsoen en moraal. Ja. Oké? Okay? Ja. Wanneer je daaraan voldoet, je belooft dat te doen, ja, en op grond van die belofte doe je een verzoek. Toevallig moet dat verzoek bij de regeringsleider gedaan worden voor erkenning als politieke vereniging. Ja. Oké, okay. Je mag de openbare orde niet aantasten, de goede zeden in acht nemen en alle wetten van het land respecteren. Mm-hmm. Wanneer je een politieke vereniging bent en je accepteert gelden van... Hè, vrienden? Een drugsman, ja, toch? En je financiert daarmee je politieke partijen. Je had dan in Suriname moeten hebben een controleorgaan, ja, toch? En in principe bestaat die controle, maar niet de, hè, een controleorgaan, maar de controle bestaat. Want politieke partijen moeten hun financiële begroting, hè, en, openbaar maken? En openbaar maken, dat doen ze niet en het wordt niet afgedwongen, ja, toch? Ja. Dus de handhaving op dat niveau, daar schiet het in tekort, toch? Ja. Maar we weten ook, het is een regel van ongeschreven recht, zoals dat heet, ja, toch? Dat je politieke partijen niet mag financieren met drugsgelden. Ja, precies. Nee, dat u zegt, hè, het is een... Dat hoef je niet in een wetsregel opgenomen te hebben. Dat is een regel van fatsoen en moraal. Maar de praktijk blijkt anders te zijn. En om die praktijk aan banden te leggen, zou je toch wel een wet moeten hebben die partijen verplicht om toch wel dus geldstromen inzichtelijk te maken vanuit welke bronnen die gelden binnen zijn gekomen. Ja, precies. En ja, meestal zal het niet gaan om 10 euro, toch? Nee. Maar je krijgt 20, 30, 40, 50, 100.000, 200.000, toch? Ja. Ja, nou, we hebben en zo'n politieke partij stelt, ja, zo'n rapport op, ja, toch? Ja. Dan krijgt de president het, toch? Het wordt gepubliceerd in een dagblad. De, ja, president krijgt het, de PG krijgt het. En die moeten toch tot de bevinding komen, een vermoeden van het gepleegd hebben van een strafbaar feit. Toch? Ja. Omhoog laten komen en zeggen, ik ga onderzoek doen. Ze doen het niet. Nee. Het vergt rechtsgeweten, meneer Carteran. Ja. En is dat niet... Dat nu is zeer slecht ontwikkeld of niet aanwezig bij de grootste groep in het politieke spectrum, bij de grootste groep van het openbaar bestuur. Ja, en dat maakt dat het totaal systeem, lees, toch wel in de greep is, in een wurggreep van, lees, malafide organisaties, dat wel personen, die sturing geven in de, zeg maar, welke kant het op moet gaan bij bepaalde besluiten. He? Ja, de connectie wat we hebben gehad is, ja, de verwevenheid, zoals we dat noemen, de verstrengeling van de onderwereld en de bovenwereld. Ja. Ja. Nou, natuurlijk vanuit zo'n crimineel direct via de politieke vereniging, organisatie, ja, en het bestuur van zo'n vereniging natuurlijk, toch? Ja. Waardoor zij in de uitvoering invloed zullen krijgen om te bepalen wat wel en niet kan. En de uitvoering houdt ook in, hè, handhaving van wetten door de PG. Ja. Toch? Ja. En u weet, het is een wetmatigheid. Wanneer je een narco-staat bent, toch? Dan betekent dat dat jouw politieapparaat, hè, niet meer als onafhankelijk onderzoeksapparaat daar functioneert. Ja. En als handhavings
instrument functioneert. Ja. Toch? Ja, en dat systeem want het van... zou niet mogelijk zijn wanneer je een goed functionerende openbaar ministerie in combinatie met een politieapparaat zou hebben, dan zou de ontwikkeling van een narco-staat nooit hebben plaatsgevonden. Ja, precies. We stellen vast dus dat de instituties inderdaad vrij slecht functioneren, slecht bemend zijn. En daardoor leest zeg maar, de controle, het leggen van de vinger op dit soort van plekken, dat dat niet plaatsvindt, dan wel niet kan plaatsvinden. Dat stellen we vast. Het kan niet plaatsvinden, want dat wordt belemmerd door de wil. Hè? Ja. En de wil is bepaald door crimineel. Ja. Door crimineel X, Y of Z. Ja. Vanwege de samenwerking dat het heeft met een politieke partij of een politieke figuur. Ja. Zo gaat dat. Dat is hoe beleid geformuleerd wordt. Ja, maar als je goede instituties zou hebben, zou die crimineel die instituties niet kunnen beïnvloeden, toch? Weet u, meneer Karteram, het gaat er niet om in dit geval of we de instituties hebben of niet. Ja. Want stel, alle Surinamers zijn dood, maar de instituties zijn er daar. Ja. De wet is daarin voorzien. Ja. Het werkt niet, toch? Je moet mensen hebben, toch? Ja. De instituties bestaan dankzij de uitvoeringshandelingen van mensen. Klopt. En die uitvoeringshandelingen van mensen is het resultaat van hun brein, hun kennis en kunde, toch? Mm-hmm. En waar ze staan in het leven. Willen ze goed doen in het leven of willen ze slecht doen in het leven? Duidelijk. In Suriname is het hoofdzaak, doe slecht. Mm-hmm. Inborst. Ja, de uitgangspunten die je als mens eigenlijk handhaaft in je brein, toch? Je zegt, ik ben een mens van fatsoen en moraal, en ik zal het zo hoog mogelijk handhaven en uit willen dragen. Daarvan geen sprake. Ja. Nou hoor ik, inderdaad, daar kom ik nu op. Het verhaal van meneer Santoki, dat hij een addendum heeft geschreven op het rapport. En dat als bijlage meegestuurd heeft naar die commissie, hè, die financial, hoe heet die ook alweer? Nou, u weet wel, waar die naartoe is gegaan. Dat is de Caribbean Financial Action Task Force. Mm-hmm. Daar is het document naartoe. Daar is mevrouw Van Dijk Silos behoorlijk not abused over, hoor ik. Mm-hmm. Is dat fatsoenlijk wat meneer Santoki gedaan heeft? Nou, zij valt erover toch? Ja. Dat meneer Santoki een eigen voorwoord heeft geschreven. Ja. En ze heeft uitgesproken dat de inhoud, het geheel van hoofdstukken, ja, onsamenhangend bij elkaar is geraapt. Ja. Dus blijkbaar had Van Dijk Silos een versie klaar liggen. Ja. En ze krijgt nu de versie van de regering Santoki en zegt van, hé, dit is anders, dit is wat anders. Ja, en dat inhoudelijk aangepast, hè? Inhoudelijk aangepast, toch? Inhoudelijk, op delen aangepast, ja, sommige paragrafen weggelaten, ja, en anders neergezet. En dan zeg ik, maar dan zeg ik ook, meneer Karteram, ja, en dat geldt ook voor mevrouw Van Dijk Silos, het NRA-rapport, meneer Karteram, moest volledig, ongecensureerd, ja, beschikbaar zijn voor alle mensen in de samenleving. Ja. En dat zegt meneer Santoki ook in zijn voorwoord. Alleen hij doet dat niet. Dit is typisch het voorbeeld van meneer Santoki. Ja. En ik heb het hier voor me open. Ik zal de één zin eruit voorlezen, meneer Karteram. Ja. Daar staat in het voorwoord, het NRA-rapport is bedoeld om de private sector, de publieke sector en de toezichthouders te informeren omtrent de risico's van money laundering en terrorismefinanciering in Suriname. Nou, deze zin, van de hand van meneer Santoki, in zijn voorwoord. Dan zeg ik, waarom geef jij mij een zogenaamde samenvattingsversie, dat ook zelfs volgens Van Dijk Silos onsamenhangend blijkt te zijn, toch? En afgesloten. Waarom doet u dat? Ja.
Ik heb u gezien, in uw vorige uitzending heb ik u erop gewezen dat ik het NRA-rapport van de BES-eilanden heb geraadpleegd om te weten wat daar gebeurt, om te zien hoe ze tegen Suriname aankijken. En daarin stond heel duidelijk, expliciet vermeld, Suriname is een drugsaanvoerland naar de BES-eilanden toe. Ja. Het rapport moest in zijn volle formaat beschikbaar worden gesteld aan het publiek. Ja. Ja? Want het publiek moet weten waar het rekening mee moet houden. Ja, meneer Santoki het publiek zegt, moet weten welke wetgeving gehandhaafd wordt. Zeker. En hoe dat eruit zal zien. Meneer Santoki houdt het onder de pet en heeft dus die versie die hij in afgeslankte vorm uiteindelijk heeft geproduceerd, opgepoetst, hè? Vanwege het feit dat hij niet wil dat Suriname geblacklist wordt. Wat is uw reactie daarop? Nou, dat is ook een onzinnige uitspraak. Ik had er aan. Primair. Ja. De Financial Action Task Force, is een internationale organisatie, heeft geen blacklist. Oké? Ja. Ze listen jou niet als black. Begrijpt u? Ja. Wat deze organisatie wel heeft, is een overzichtslijst, toch? Ja. Van landen en tekortkomingen van die landen, toch? Ja. Dat is wat deze internationale organisatie doet. Wanneer we constateren dat ze vinden dat je een slecht land bent, hè? Ja. Je kan witwassen, bijvoorbeeld, toch? Wat gebeurt er dan? Dan zeggen ze van, joh, ze stoppen de internationale bankaire samenwerking. Ja. De correspondent bankenrelatie tussen Surinaamse banken en internationale banken wordt stopgezet. Ja. Wat gebeurd is sinds wanneer? Sinds 2013, meneer Kartaram. De vorige regering moest in 2016 dit NRA-rapport al hebben aangeboden. Mm-hmm. De mannen doen. Ja. Want zijn wil was witwassen. Begrijpt u? We hebben het nu over Bouters. Het is uitgesteld. Ja. En nu hebben we een zogenaamde NRA-rapport. Maar de vraag is, Van Dijk Silos zegt deze uittreksel is onacceptabel, het is niet goed, meneer Santoki zei het ook. Ja. Toch? Ja. Bent u aan het drieven, aan het misleiden, wat is dit? Ja. Toch? Ze heeft dat niet als zodanig uitgesproken, maar haar vraagstellingen, haar kritische kanttekeningen doen dat suggereren. Ja, ze is er niet blij mee, laat het duidelijk zijn. Dan is het heel zacht uitgedrukt. Ja, maar goed, we bedoel, de mensen die erover gaan, die zijn ook niet gek, toch? Die kunnen natuurlijk ook, hun eigen observaties maken, kennis nemen van natuurlijk andere NRA's, waarin u zegt Suriname ook genoemd wordt. En de praktijk van de dag spreekt voor zich. Ik weet, meneer Kartaram, de situatie kennende in Suriname, toch? Ja. Wij hebben, stel de regering heeft het NRA-rapport ingediend, toch? Ja. Dan zal die internationale organisatie onderzoek komen doen, toch? Ja. Oké, je hebt beloofd, je hebt wet ABCD ingesteld, je hebt controleorganen ingesteld, dan komen zij controleren of dat allemaal werkt. Maar voordat wij een afronding van dat onderzoek hebben, is het 2023, 2024. Mm-hmm. En het antwoord zal zijn, u heeft nog grote gebreken in uw wetgeving, dan wel in de handhaving van uw wetgeving, dan wel in de organisatie dat u in het leven hebt geroepen. Bijvoorbeeld de mate van professionalisme binnen die organisatie schiet tekort. Dus u weet het probleem niet aan te pakken, op te lossen. Dus we gaan nog geen goedkeuring krijgen om een correspondentbankrelatie ontwikkeld te krijgen weer. Dat Wantaki, we blijven in een internationale financiële isolement. Ja,
heeft dat gevolgen voor bijvoorbeeld, nou ja, het IMF komt nog steeds niet over de brug. En de toezeggingen van IDB en andere, kan dat gevolgen hebben, doorwerken? Weet u, de IADB, meneer Karteram, u moet dat niet zien als een geweldige bankinstelling. Het is geen bank. Hè? Ja, maar... Het is gewoon een orgaan, toch? Een werkarm van de organisatie van onafhankelijke Amerikaanse staten, toch? Ja. Ze hebben dat in het leven geroepen, toch? We zetten daar geld in als Amerikaanse staten. En deze organisatie mag op de kapitaalmarkten ook geld lenen, toch? Mm-hmm. En wanneer ze geld heeft, dan gaat het de Amerikaanse staten, wanneer ze hulp nodig hebben, aan die landen geld uitlenen. Het is een verplichting dat te doen. Ja. Begrijp je? Met een beetje voorwaarden, toch? Weet je wel, dat gaan we doen. Hè? Neem wat regels in, et cetera. Ja. Meneer Karteram, de periode 2016-2020, Boutense regering, ze hadden $325 miljoen van de IADB ter beschikking gehad. Mm-hmm. Wat is er gebeurd met ons land? Failliet? Ja. Dus het zal... Elke week zeg, van 2011 tot en met 2019 hebben we 6,2 miljard particuliere en overheidsinvesteringen, US dollars, investeringen gehad. En het land is failliet. Ja. Begrijpt u? Ja. Dus welke economische voorspoed mag je verwachten van 450 miljoen eventueel ter beschikking komende vrijvallende komende 5 jaren? Ja. In handen van incompetente, onbekwame bestuurders. Maar de vraag was, dat zal... Ga je bezien eraan dienen en Santoki. Nee, maar het zal geen impact hebben op in ieder geval het beloofde kapitaal. Dat nu Suriname natuurlijk voor verwachting op hoop binnen te krijgen. Ja, maar dat moet projectmatig besteed worden. Ja, nee, maar het gaat om de uitkomst. Als dit rapport zo zegt dat Suriname nog heel veel te doen heeft op het punt van om competent te zijn, integer te zijn, daar komt het uit, hef. Doel, dat zal geen impact hebben op de wil van het IMF. En lees die IDB waar u het over heeft. Die een bepaald bedrag beloofd hebben aan Suriname te lenen in een tranche van, dit rapport zal dat niet schaden. Nee. Het IMF heeft niet de financiering afhankelijk gemaakt van het NRA-rapport, toch? Ja, nee. Dus dat gaat er los het van. Het gaat om good governance, het gaat om ook... Maar daarbinnen, in principe, good governance, goede professionele organisaties in de uitvoering hebben, toch conform wet en recht handelen, handhaven, laat me zien, you are a crime fighter, et cetera, et cetera. Gebeurt niet. Maar u en ik weten, Mr. Sheriff is geen Mr. Sheriff meer. Dus? Dus de Nodoro, Serna Nodoro. Dit is gewoon Fata Morgana's voor de gekhouderij. Triest. Het is het Suriname, meneer Kartelam. Eerlijk zijn, laten we het erkennen, 45 jaar lang, 46 jaar lang... alleen maar waardeloze politici gehad, bij voortduring verarming van het volk, bij voortduring waardedaling van de Surinaamse munt, toch? Nou, wie kan zich erop beroepen, ik ben een geweldige bestuurder? En het planwerk is van geen waarde. We hebben het laatste planwerk gezien, herstelplan 2020-2022, 17 maanden zijn voorbij onder leiding van meneer Santoki. Hij heeft er niets van gebakken, toch? Toen in 2016 Boutersen een stabilisatie- en herstelplan had gemaakt, zo heette dat toen. Hè? Ja. Toen het bij IMF een lening had geregeld van bijna 480 miljoen, weet u nog? Ja. Had het 81 miljoen gehad, de eerste kwartaal gehad, toch? Ja. Daarna uitgeknikkerd het IMF. Toch? En ik had kort daarna aangegeven bij kenniskringlezing in Suriname, het heeft geen zin te verwachten
dat het stabilisatie- en herstelplan, ze hebben zichzelf op de borst geklopt, op de schouders klopjes gegeven, van een homegrown plan, hè, op basis van eigen kennis en kunde neergezet, Pedemandoro, 4 jaar later, failliet. Heb ik gegeven als oordeel in mijn lezing 4 oktober 2016 bij La La Roek gebouw, hè, in Suriname, Tweede Rijweg, of La La Roekweg heet het. Het staat er, sommige mensen hebben het, er is een videoopname. Het planwerk gaat Suriname niet verlossen. Uno doro. Heb ik volledig gelijk in gekregen. Ik heb herstelplan 2020-2022 van meneer Santokki ook de prullenmand in verwezen. Het gelijk zal mij weer toevallen. Hij heeft het al 17 maanden bewezen dat ik gelijk ga krijgen. Het klinkt allemaal niet hoopgevend, meneer Bihari. Ik merk, meneer Kartram, dat wanneer u mij aan de lijn hebt, dat u toch vaak eindigt met deze trieste vaststelling. Ja. Ik kan niet anders dan dit aan u verkondigd te hebben. Het is onderbouwd, toch? Duidelijk, nee zeker. Het is niet anders. Ja. Ja, ik ken deze kerels, mannen en vrouwen. Ja. Ze zijn niet integer, ze zijn oneerlijk. En het zijn meestal criminelen, ordinaire boeven, criminelen. Dat is wat ze zijn. Oké. Ik ga u bedanken voor dit mooie gesprek. En ik ga u alvast een goed weekend toewensen. Mocht er zaken zijn die ons toch wel uiteindelijk...